Er is er maar een moet heel die nieuwe truck vernieuwen wat daarop betreft. Welkom hier bij deze nieuwe review. Vandaag zijn we bij Binnenwaarden aan maar liefst de eerste openingsdag van seizoen 2019. Maar kijk wat er veranderd is, kijk wat er allemaal aangepast is. Ik denk niet zoveel buiten de ingang C die volledig vernieuwd is. Zoals jullie hier nu zien, die ingang is volledig vernieuwd. Is nog niet af, bijna af, maar het ziet er nu al prachtig uit. Voor de rest gaan we weer even een rondje lopen over het park. En wat attracties doen natuurlijk. En we starten de dag vandaag maar eens in de Banhoe Rabbit River. Hé? Ja, leuke attractie, ja. Het is erg druk, dat valt me op. Het is weer erg druk. Zoals je ziet staat er hier echt allemaal vol met mensen. Hier ook allemaal vol met mensen. Hier staat ook er allemaal vol met mensen. En dan dit stukje ook. Het water is weer niet het propigste water, maar dat maakt niet uit. We kennen wie dat nat wordt van ons. Zo. Botst die gelijk uit in de rand op. We zijn straks al in de boomstambaan geweest. Even niet op camera gezet van ons. Even de onderlijst enkel gedaan. En die was behoorlijk nat. Dus ik vraag me af welke dat er nu natter is. Deze of de boomstam. Wat denk jij? Boomstam. Hey, dat zijn we ook net tegen geweest, Houdini. En de boomerang. En de boomerang. En de hurrikan. We hebben echt al veel gedaan op een uurtje twee. Hurrikan twee keer. Ja, de hurrikan zegt twee keer dat we even de onride van de zinstraat. Maar we stappen even naartoe. Ik wil niet landgezaagd worden. Ja! Oh jee, ik zie water. Alle effecten staan vandaag ook aan, dus en het is zelfs 10 graden, ik snap niet. Zo, nee! Oh, maar dit is echt een heel leuke rap, dit. Nee. Jawel, ik vind het echt de leukste rap van de rest. Nee. Frick, dit is Mekant. Zo, oeh. Oh, oh. Dit is Mekant, altijd ik. Wow, wild. Het is hier wild, jongen. Oh. Ik kan niet meer kijken. Je bent nat. Ik ben niet meer kijken. Je bent nat geworden. Ik kan niet meer kijken. Je bent wel een stukje over. Ik weet je wat. Ik ben... Waar kwam dat? Wat? Ik wil niet weten van... Oh my god. Echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Gewoon gelijk, we zijn nat. We zijn net over de deur. We zijn, ja, het wilde stukje moet nog komen. En we zijn net opgedroogd van even serieus de boomstambaan te doen. Ik ben niet nat. Ja. Ik denk dat wel dat gaat worden, maar ik heb het echt gezegd, man. Zo, nee. Oh my god, ik ben zeik. Nou, het is echt niet meer normaal. Nee! Oh my god. Dug! Dit is echt niet meer normaal. Deze rap is gewoon niet meer normaal. Het is zeker nat! Het is zeker! Nee! Het is zeker nat! Deze rap is zeker nat! Jeetje! Deze rap is zo nat, dat is niet normaal. Oh, dit is ook nog sick. Oh, de sproeier staat aan. Ja, dat stuk hebben we ook alweer overleefd. Maar, ik ben oprecht zeker nat, dat is echt niet normaal. Ik dacht dat ik een hele fucking noodzee in mijn broek.
Dat werd zeik nat. Dat is niet normaal. Maar ik heb een hoofd in mijn gezicht, John. Ik had die camera net niet op mij gericht. Ik heb de hele Noordzee in mijn broek gekregen. Ja, hoeven we niet te weten waar dat water allemaal naartoe gaat. Kijk, ik ben nog nooit zo nat geweest in deze rapids. Dat is niet normaal. Maar goed. Kutzooi, uitblijven. Je durft. Je durft niet. Dank je. Hij durft op je. Zo! Zo! Oh! Oh, dat was net. Ik zag. Oh! Je foto. Je foto. Wat? Oké, geen foto van dat. Want er is gewoon niemand. Hou een band, hè? Hou een band, hè? Ik ben boos, hè? Het is saai nat. Ik ben nooit nat geweest. Letterlijk. Ik sta op echt letterlijk niemand. Wacht nog een keer. Als we morgen blijven zitten, gaan we blijven zitten. Ik denk het niet, want meestal altijd als wij dan boven zijn, is er weer iemand. Maar we gaan het zien. Dat was al sinds weer een leuke paard. Dus de rapid is fucking zo wild vandaag, dat is hoop, niet normaal. Ik hoop dat ik niet alweer de hele Noordzee in mijn broek ga krijgen. Ik hoop het zo. Nee. Hier ben ik daarnet zo nat geworden dit stuk en we gaan we weer die kant op, hè. Dus echt. Hier zat ik als eerste. Oh my god, ik wil het niet weten. Ik ben zeiknat. Ik wil het niet weten wat er gaat komen. Zo, het viel nog mee. Het viel nog mee, man. Ja, maar dit zijn zo leuke stukjes in deze rapid als het 30 graden is. Maar ik vind als het maar wel de boom maken. Echt leuk is. Wally, wie belt je? Hop! Maar dat is daar echt leuk, heel veel wilde stukken. Ja, hier liggen een paar kapotte bootjes. Vier. Er zijn gewoon vier bootjes kapot vandaag en het is de eerste openingsdag. Ik hoop gewoon dat je eerst de volle lading krijgt, want dat je weet wat dat voelt als je fucking hoofd in je gezicht krijgt. Dat is niet leuk, dat was gewoon daarnet hop over me. Ik weet niet wat aan jouw kant zijn, hè. Ah nee, ik Zo. Ah, dat is zo. Oh, mijn broek is zeiknat. Oh, dat wil je niet weten. Oh, nee. Durf! Nee! Oh mijn god! Hoe zou je Plot! De sproeier staat ook gewoon weer aan vandaag. Oh, er is file. Er is botenfile. Zij hoort die storing heeft. Ik heb er straks nog gezegd in de auto dat ik wil storing hebben in de attractie. En ik zie hier nu een super lange file staan. Waarschijnlijk heeft die storing. Sowieso heeft die storing. Kijk hoe lang die file is. Er komt momenteel nog geen beweging. Dat wil zeggen dat de gepaneerde vis nog een tijdje kan wachten, hè? Wat? Dat de gepaneerde vis nog even moet wachten. Hij staat oprecht stil. De loopband staat stil. En bewegen, willen we nog een rondje? Dan staat hij stil. Hé, hey, kijk. Oh.
We gaan even wachten, waarschijnlijk 10 minuten, kwartier, want de ijsstoring. We zien jullie zo. Storing. Oh, die mensen moeten aan de kant. Die mensen worden van de baan afgehaald. Ja, die moeten via de trap. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik weet niet van wie zoest in de zee die er gisteren, maar ik moet een heel die nieuwe trick vernieuwen wat daar betreft voor de testen waren. Wat we moeten zeggen, kijk, die van ons gratis eten, anders wat geven we dat aan de media. Tussen voor het opvangen en breken van slagen tijdens gevechten met soortgenoten. Seule porte la crinière. Elle leur permet de se faire un livre avec d'autres lions. Alle katachtigen brult de leeuw het hardst. Een leeuwenbrul kun je tot 9 kilometer ver horen. De tous les félins, c'est le lion qui rugit le plus puissamment. Un rugissement de lion est audible jusqu'à 9 kilometer de distance. De leeuw is de enige katachtige die in een groep leeft. Zo'n groep leeuwen noemen we een troep. Een troep bestaat uit 1 à 3 mannetjes en 5 tot 10 vrouwtjes met hun jongen. Het sterkste mannetje is de leider. De mannelijke jongen worden na 2 à 3 jaar verstoten uit de groep. Le lion est le seul félin qui vit en groupe. Na de leeuwen komen we bij de tijgers. De tijger, in het Latijn Panthera tigris, houdt hij echter niet. Le tigre résiste avec bonheur à la chaleur comme au froid et sait parfaitement nager. Par contre, il déteste grimper. Een tijger is heel lenig. Als hij loopt, kan hij zijn achterpoten tot ver voor zijn voorpoten zetten. Zo kan hij supersnel sprinten en sprongen maken van bij 6 meter ver. Le tigre est très souple. En courant, le tigre est capable de placer ses membres postérieurs devant ses membres antérieurs. Ainsi, il peut sprinter très rapidement et faire des sauts de 6 mètres. Een volwassen tijger eet gemiddeld 7 à 9 kilo vlees per dag. Zo wat 3500 kilo per jaar. Un tigre adulte mange de 7 à 9 kilo de viande par jour. Soit environ 3500 kilo. Jungle Mission. Jungle Mission. Hè? De Jungle Mission. Oh, veel te krap. Ja, we zijn dus onderweg naar de boomerang. Ja. Want voor de Jungle Mission is nu alweer veel volk. Eigenlijk druk, maar die doen we straks wel nog even. We lopen nu richting de River Splash, de boomstambouw van het park, en die gaan we nu even doen. Jawel.
Nu wel. Nu ben ik wel nat. Niet schommelen alsjeblieft, allemaal als is compleet. Do not drop on the boat, please. Ik ben oprecht te zijn, joh. En de boomerang gaan we natuurlijk ook nog even doen. Maar echt opletten voor nieuws. Oh, ja, ja. We zitten naast de inhanger. Yes! Er is dit jaar ook een nieuwe stunt en dive show en dat is de Lumberjack Festival. Ja, één van die twee gaan we wel nemen. Oh, yeah.
De dijk sprong van 25 meter hoog. Mag ik dan ook volledige stilte vragen tot onze vrijwilliger terug boven water is? Mesdames et messieurs, notre volontaire s'apprête à faire un plongeon extrêmement dangereux. Je vous demande le silence jusqu'à ce qu'il soit remonté à la surface. Beste antwoord. Nee, was wel nice. Was beter voorjaar. Was wel beter voorjaar. En er is een dikke opstopping. En we zitten nog eens even op de Niagara mensen. Dit komt niet goed. Dit komt niet goed. Nee. Dit komt nooit ai, goed. Ai, 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 ai. Ik ga lekker door zijn. Niet doen. We zijn niet nat. Zijn we nat? Ik had maar een loge aan. Het wordt een state voor de Rapid River. Hè? Ja. Ja, Rapid River. Vind ik een keer. Het is toch ook goed in de hand. Ik heb dat nog niet dat erin is. Nog iemand hier braaf? Nee. Wat een enthousiasme. En het jaar voor jullie? Nee, met een hoekpaar voor hierin. Ik wel hoor. En laten. Ja, ik heb de baan weer Ja! Oh! Misschien die twee wilde stukken. Ja, lap. Ja! Wel! Ik ben er wel even te zien. Oh, dat is niet fijn. Nee, ik vind het niet fijn. Nee, ik pak het niet uit. En dan moet je aan de pijn komen. Ja, maar dat is weer niet goed. Draai, draai. Wat even rust. Wat vind je ervan? Nogal droog op dit moment. Het is droog water, hè? Ik ben zo. Nee, mijn voet, mijn schoen. Wat water aan mijn schoen. Oh, mijn kosten zijn zo. Sinds wanneer is die sproeier gezet? Nee! Oh. Roy? Is dat een idee of niet? Kijk, ik heb niet gezegd dat ik hier helemaal. Oh, ik ben net zo. Ja!
geen spatje gekregen. Wat hebben we gefixt? Wacht, nu is het nog een fout. Ik zit te drukken. Fantastisch. Ik doe het weer niet, hè? Het valt nog mee. Dat, ik vind, nu begin ik de fun factor van deze attractie te begrijpen. Echo. Als je niet nat bent, is het een leuke attractie. Normaal ben ik altijd de persoon die altijd nat ben hierin. Maar deze keer zijn de volgen mij goed gezind. Hoppa. Ben je echt nat? Ja, dat is dat in mijn onderbroek. Zijn mij enkel in mijn schoen. Dank u wel. En we zijn er alweer uit. God, ik ben kletsnat. Ja, ik ben echt zeitnat. Oh. De schade. De schade. Ik vind deze attractie niet meer leuk. Straks nog een keer. En na de repertoire is het tijd voor de horrorkant, de indruk achter van het park. Deze attractie heeft ook een heel mooie wachtrij. Momenteel even een beetje raar. De helft van de attractie is dicht, waaronder deze.
ook dicht. Dan, wat is er nog allemaal dicht? De Boomerang, Jungle Mission, Hurrikan, Boomstambaan, de El Toro. En nog wat attracties zijn allemaal dicht, is een stroomstoring. En de Dawson Duel die rijdt ook nog maar één kant, omdat de andere helft kapot is momenteel. En deze heeft ook opstartproblemen en die is ook al 2 uur stil nu. Dus het gaat niet heel lekker, de opstart vandaag. Beetje jammer. Maar ja, kan gebeuren, hè. Dus, ja, we hebben nog gelukkig de dieren, zoals deze olifant, Fahim. Die er lekker rondloopt. Het is een vernieuwd verblijf. Hij heeft allemaal nieuwe speeltjes gekregen ook. Maar ja, helaas. Maar we gaan even naar de dieren kijken, want voor de attracties kunnen we momenteel niet meer terecht. Of je moet langer dan 15 minuten wachten, omdat er nog maar een stuk of 10 attracties, 5 à 10 attracties open zijn. Heel jammer. En nu staan we even op de uitkijkpost van de olifanten en de giraffen en de zebra's. De giraffen, ik zie er momenteel maar 1 en dat is daar. En olifant is ook maar 1. En dat is daar. Dat is het voordeel aan beide wagen natuurlijk, dat als de attracties gesloten zijn, je ook nog terecht kunt bij de dieren. En natuurlijk de prachtige natuur. En het infobord werkt ook niet. En de Jungle Mission staat ook stil. Deze gaat ook vandaag niet meer open zoals een paar andere attracties. En dat allemaal wegens een hardnekkige stroomstoring. En dit was alweer de review, mensen. Ja, enorm veel was niet veranderd buiten toen ik in Han City volledig opnieuw is opgebouwd. En voor de rest kleine aanpassingen in het park, waaronder een nieuwe stunt- en diveshow enzovoort. Maar we zien jullie graag terug bij de volgende review. En geef zeker een duimpje omhoog als je de video tof vond. En zeg graag tot de volgende.